Hallo allemaal, ik ben Rutger en vandaag zit ik naast Kelvin van Cinemates en de Kelvlog en Cinebuddies en Vertje. Nou, we zijn vandaag bijeengekomen om iets heel belangrijks te bespreken. De feestdagen die staan voor de deur. De een vindt het geweldig, de ander vindt het helemaal kut. Wat vind jij ervan? Ik vind het vet mooi. Ja? Ik vind het vet mooi. Ik zeg altijd in de zomer, ik heb zin in de winter. En dat komt voornamelijk omdat je dan die gezelligheid hebt. Nou, maar om het gezellig te houden hebben wij 10 regels, 10 geboden gemaakt waaraan iedereen zich zou moeten houden. En ja, die gaan wij maar even lopen te bespreken, hè. Ja, doe een duimpje omhoog en dan gaan we na de intro beginnen. This first day, first day. Het allereerste gebod is, draag een gezellige kersttrui. Je kan je helemaal opdoffen in gala-jurk en shit, maar doe gewoon wat! Ik heb iets meegenomen voor ons, want dan moeten wij ons natuurlijk ook wel aanhouden. Wacht. Ah, nou, het is gelijk kerst hier, vind je ook niet? Maar ik vind dat iedereen zo'n kersttrui met kerst moet hebben. Nou, dat vind ik nou ook. En omdat kerst een tijd is waarin je elkaar cadeautjes geeft, ga ik één iemand een kersttrui toesturen. Niet deze, die zijn al gedragen. Ik ga dan echt kijken welke maat je hebt, vraag ik natuurlijk. En kijk een beetje wat je leuk zou vinden. En dan zoek ik persoonlijk een persoonlijke kersttrui shopper. Wat moet je ervoor doen? Je moet of als je Twitter hebt, tweeten met hashtag Vertje deze video delen. Ja, of je maakt een foto van deze video en je deelt hem op Instagram met hashtag Vertje. Ga ik één iemand blij maken en dan ga ik een persoonlijke trui voor je shoppen. En die stuur ik dan natuurlijk nog ruim voor kerst naar je toe. Hoi, ben een keuf, een sneeuwpop. Ik vind het nu een beetje eng worden. Sorry. Kerst is natuurlijk een tijd dat je je familie weer eens een keertje gaat zien. Maar hoe vaak is het bij jou voorgekomen dat ineens onaangekondigd mensen voor de deur staan? En dat jij gewoon met je brakke hoofd of ja, weet ik veel wat. Je hebt er gewoon niet op gereden, nog nooit? Nooit. Jawel! Oh, altijd! Ja. Altijd, like, altijd! Bel elkaar na het eventjes, ja. Hè, stuur een fax, een postduif, I don't care. Zeg gewoon dat je er aankomt, want dan kom je niet voor vervelende verrassingen te staan. Wij vinden allebei eigenlijk dat je op Facebook niet je hele timeline vol hoeft te drukken met foto's van je kerstboom. Nou, het lijkt elk jaar een beetje alsof mensen bezig zijn met de lelijkste uitkiezen. Van ik nomineer mijn kerstboom voor de lelijkste van Nederland. Hup, op Facebook. Dat durf je dan niet te zeggen, maar in mijn tijdlijn staan er echt de meest verschrikkelijke kerstbomen altijd. Herkenbaar. Ik heb het dus nog nooit gedaan. Nee, ja, ik heb ook nog nooit een eigen kerstboom gehad. Dus geen foto's maken van je kerstboom. Ja, ook weer wel, maar ja, als hij mooi is. Als hij echt mooi is. Als maar hij echt, als je Polo Express waardige kerstboom, ja, die mag. Inderdaad. Al maar verder, nee. Als er één ding is dat ieder kerst weer gewoon wordt uitgemolken, wat je overal overheen doet, dan is het cranberry saus. Wat vind jij daarvan? Ik vind dat dus echt wel heel lekker. Het is op zich wel lekker, maar het is alsof je zeg maar naar de McDonald's gaat en daar dan gewoon cranberry saus over je hamburger pleurt en dan mag je het ineens met kerst eten. Het kersthamburger! Ja, hier, gewoon hamburger, maar dan met cranberry saus. Cranberry saus moet iets niet kerstachtig maken, vind ik. Nee, het is waar. Doet het wel, maar het lijkt wel alsof wat wil je dan? Alles afhangt van de cranberry saus. I don't know! Taart met een piek. Taart met Rudolf. En een sneeuwpoptaart. Ja! Oh, dan is het ook kerst. Ja! Oké, ik ben mijn punt kwijt. Volgende. Het is verplicht om tijdens kerst Home Alone te kijken. Ik vind dat, Rutger vindt dat niet. Nee. Dus dit is een strijd tussen ons. Waarom moet je met kerst voor de 30ste keer Home Alone kijken? Ja! Het is nog niet alsof die film ineens dit jaar anders afloopt. Komen zijn ouders weer terug? Ja. Wordt die gepakt door de boeven? Nee, je weet het niet. Nee. Kijk, op een gegeven moment weet je dat wel. Ik bedoel. There's no time to need a friend. Nee, There's no time to need a friend. Oké, en dan ga ik het net over kerstmuziek hebben. Ik wilde zeggen, kerst is natuurlijk ook de tijd van alle gezellige kerstliedjes. Wat vind jij van kerstmuziek? Hartstikke leuk. Ja, ja, ik ook. Maar er zijn heel veel mensen die het gewoon verschrikkelijk vinden. Ja, ik kan er wel iets van zeggen, want je hebt natuurlijk van die paar van die liedjes die je gewoon net als Home Alone elk jaar weer hoort. Mariah Carey, ga je nou een hele video door over Home Alone? Ja. Ik wil ook laten zien dat er meer is dan die 5 standaard liedjes. Dus ik heb een Spotify-lijst gemaakt. Misschien dat je die ook wel leuk vindt. Kerst met Vertje. En daar heb ik echt... Ja, er staan meer dan 2 uur aan muziek in. Met allemaal een soort van nieuwe kerstmuziek en onontdekte kerstmuziek. Zoals? Justin Bieber.
Nee, die staat er niet in. Maar wel bijvoorbeeld Lisa, Amy en Shelly. Die hebben een kerstcd die bijna niemand kent. Oké. Nou, top. Nee. Ja, dat is wel vet, toch? Weet je wat? Ik ga hem gewoon checken. Wat ik vind is dat mensen tijdens kerst, voornamelijk kerstdiners, niet zo moeten zeiken dat ze aan de lijn zijn. Nee. Het heel veel, voornamelijk de vrouwen, die vaak vinden dat ze moeten minderen, omdat de hele decembermaand eet ze al zoveel. Ja. Dat valt wel mee. Dat nou, weet je, mijn tip zou zijn, al doe je aan de lijn, kies van tevoren gewoon bijvoorbeeld 2 avonden dat je echt even los mag gaan. En, want dat is op zich niet heel erg vaak, is het zo, als mensen, dit is mijn, die ga ik nog aandoen, hè, verder. Echt waar? Ja. Nou en? Heb je een beetje Kelvin Space op je terug? God. Wat ik wilde zeggen, nu weet ik het al niet. Oh ja. Vaak gaat het mis als je een keer ongezond hebt gegeten, ik weet niet of jij daar wat last van hebt gehad, dat je daarna een schuldgevoel hebt, waardoor je gewoon heel de week ongezond gaat eten. Maar als stel je voor je doet aan de lijn of je wil gezond eten, ga gewoon 1 avond los en doe de volgende dag gewoon gelijk weer gezond, zonder dat je er een heel erg schuldgevoel over hebt. Dan kun je gewoon ja, een avond heerlijk eten. Wat een tip, vind je het niet? Dat vind ik goed van je. Ja, hè? Dat vind ik verantwoord. Dus plan de schransmaaltijd en doe de volgende dag gewoon weer gezond. Oh ja, ja, ja. Kerst is trouwens ook het moment om een keertje een kaartje naar iemand te sturen die bijvoorbeeld offline niet hebt gesproken of die het echt verdient. Maar bijvoorbeeld je opa en je oma vinden het ook vaak super leuk om kaartjes te ontvangen. Ik weet niet of jij nog opa's en oma's hebt? Of is dit een gevoelig... Ja, ik heb ze gewoon nog. Oké. Okay. Ik denk dat ik heb ook te weinig contact met mijn opa en oma. Mm-hmm. En met mijn oma. En dat komt omdat we inderdaad zoveel bezig zijn op het internet en elkaar... Je bent met zoveel mensen in contact, maar de mensen die niet op internet zitten. Nee, die sluit je een beetje buiten. Dus bedenk eens met wie je niet zo vaak contact hebt daardoor en stuur eens een kaartje. Ik heb ook een postadres en ik heb vorig jaar 1 kaart verdient gehad. Ja, hij verdient, deze jongen verdient. Ja, en jij hebt ook een postadres, of niet? Dat klopt. Ik zet ook even Kelvin zijn postadres in de beschrijving. Dus stuur Kelvin een kaartje. Of mij. Nee, het was niet echt bedoeld voor ons, mag wel hoor. Maar stuur naar je opa en oma. Maar stuur het gewoon naar je opa en oma even een kaartje, vind het heel leuk. Het adres van je opa en oma staat ook in de beschrijving. Ja, een grapje. Opa en dan passeert dus gerust. Ja. Sommige mensen doen cadeautjes bij kerst. Dat vind ik leuk. Onder de boom. Het belangrijkste is dat je je niet laat leiden door de prijs van het cadeau, maar om het gebaar van het cadeau. Hey. De deurbel. De kerstman! De kerstman! Hey. Het is de kerstbram. Wat heeft geen cadeau bij zich? Geen cadeau! Fucking kerstman! Ik wil een cadeau! En op een gegeven moment is kerstmis voorbij. En dan is het tijd om de kerstboom af te breken. Maar wanneer is nou het goede moment? Want hoe lang mag je dat ding laten staan? Als je weet je, in maart bij iemand op bezoek bent en de kerstboom staat nog, vind ik een beetje raar. Dat gaat ver. Ik vind dat je hem nog de hele maand januari mag laten staan. Heel de maand januari? Dat vind ik. Ik sta ervoor. Echt? Je maand januari mag. En als ik in februari nog staat, dan mag je het ding weer. Ik zeg 2 weken na oud en nieuw. Max. Dan moet hij echt wel weg zijn. Nou. Toch? Ja, ik heb toch mijn statement duidelijk gemaakt. Ja, dat is waar. Je mag de hele maand door. Dat mag voor mij. Dit waren de 10 geboden van kerst. Wat is nou het allerirritantste wat jij aan kerst vindt? Laat het even weten in een reactie. En Kelvin en ik hebben nog een video gemaakt. Die was vet leuk. Daar had ik de YouTube quiz tegenover Rutger gedaan. Ja, en het was best wel ongemakkelijk volgens mij. Ja, wel. Hij was wel spannend. Hij was erg spannend. Nou, als je benieuwd bent, moet je even op Kelvin's kanaal kijken. Kan je nu op Kelvin klikken of in de beschrijving als je op je mobiel zit. En ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een hele fijne kerst hebt. Oh, nee, volgende week ben ik er. Dan is het nog geen kerst. Oh, dan is het kerst. Volgende week is het precies kerst. Niet, jongen. Jawel. Echt? Dus dan waarschijnlijk weer een hele speciale kerstvideo. Ja, nu beloof ik iets. Ik weet het niet. God, ik kijk volgende week maar. Doei. Tot de volgende week, first day. Doei. In het tutorial van vandaag laat ik jullie zien hoe je jezelf kan ontoveren tot een chocolate milk on a stick. En geef een vraag aan mijn kost. Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, maar wij gaan vandaag ons best doen om zoveel mogelijk kerstcadeautjes te scoren. Want we gaan kerst vieren niet alleen bij mij thuis, maar ook bij DH Huis.